Virgil Breedveld, om te beginnen. Wie kunnen er vrijdag niet bij zijn in het duel tegen Cambuur? Ja, we zitten natuurlijk met wat langdurige blessures nu. Hè? Met Warner Haan, Rogier Monhoek en Björn Vlasblom. Die zijn sowieso niet van de partij. En voor de rest hebben we eigenlijk alles aan boord. Lima geschorst? Lima heeft een schorsing. Door de gele kaart van afgelopen maandag. Dus dat is de enige schorsing die we er nog bij hebben. Je noemt Warner Haan al. En ja, dan heeft de club adequaat gereageerd. Hebben jullie Stef Doudé teruggehaald? Om die reden? Ja, nou ja, goed. We hadden de hoop dat het binnen 3 weken klaar zou zijn met Warner. Maar dat was de eerste prognose. Blijkt nu toch dat het langer gaat duren. Dus Stef Doudé was beschikbaar. En die kennen we hier natuurlijk. Die heeft hier vorig jaar gespeeld. En ik ben blij dat hij er weer bij is gekomen. Hoe fit oogt hij? Op de training oogt hij heel fit. Dus hij heeft natuurlijk doorgetraind. Hij heeft bij een Finse club nog gespeeld tot aan november. En hij maakt een gretige indruk. En dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Betekent dat hij ook gaat keepen tegen Cambuur of is dat nog te vroeg? Nee, de kans is wel heel erg groot dat hij ook zal spelen, ja. Heeft er ook mee te maken dat zijn vervanger, Buena Vidas, niet een al te goede indruk heeft achtergelaten in die wedstrijden dat hij nu heeft gekiept? Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Hij heeft wat ongelukkig gekiept tegen Volendam. Daarvoor heeft hij het best aardig gedaan. En Ramon is een jonge, talentvolle keeper. Hij heeft zich ook goed ontwikkeld dit jaar. Maar de vraag is of hij over meerdere wedstrijden, of hij dat dan vol kan houden. Hij is heel jong, heeft toch wel heel veel last van zenuwen ook. Hoort er ook allemaal bij, dat geeft ook helemaal niks. En we kiezen voor iets meer ervaring en routine. Afgelopen maandag een zepert in Volendam. Heeft dat echt nagedreund deze week? Ja, dat dreunt natuurlijk altijd na. Je probeert toch voor jezelf als trainer, maar ook als groep, probeer je toch de positieve punten eruit te halen. En je probeert toch ook te kijken naar wat kunnen we dan weer beter doen in de volgende wedstrijd. En ik moet zeggen, de groep heeft zelf initiatief genomen om een keer zelf met elkaar te gaan praten. Zonder trainers, staf, bestuur of wie dan ook erbij. En dat is gisteren geweest. Dat is heel erg positief geweest, heb ik begrepen. Dus dat moet ons ook alweer in de goede richting zetten. Wat is de kracht van Cambuur? Ik heb ze zelf aan het begin van dit prille jaar gezien tegen Sparta. Waarin ze eigenlijk hadden moeten winnen. Goede ploeg. Ze verloren uiteindelijk met 1-0. Volgens mij krijgen jullie een hele zware tegenstander. Ja, nou ja, Cambuur is gewoon een hele goede ploeg. En het is een goede organisatie. Je hebt met hem een hele goede spits die belangrijk is. Een aanspeelpunt, een aantal goede bewegelijke middenvelders. Dus ja, Cambuur overal is ook gewoon een hele goede ploeg. We staan ook niet voor niks zo hoog. Dus dat is voor ons weer een sterke tegenstander waar we ons aan op moeten trekken vrijdag. Heb je wel het idee dat jullie wel weer op de weg terug zijn? We weten het, hè? Nog geen wedstrijd gewonnen in 2013. Maar voel je toch dat de eerste overwinningen er weer aan zitten komen? Nou, weet je, het gekke is dat de ploeg zelf het niet ervaart als negatief of het gaat slecht. Of we weten allemaal dat we te weinig punten gehad hebben. Maar de sfeer is nog steeds optimaal en er wordt heel hard gewerkt. En ook op de trainingen en iedereen is eigenlijk heel positief en er wordt heel hard gewerkt. Dus, en dat is denk ik het beste teken wat je als trainer ook kan krijgen. Ja, medicijn is dan een overwinning. Dan maar te beginnen vrijdag tegen Cambuur. Ja, daarom is het zo jammer geweest vorige week vrijdag tegen Excelsior. Hè. Dat had je alweer erop kunnen helpen. En ja, nu moet je gewoon zelf zorgen dat je weer vol aan de bak gaat. En kijken of je voor 3 punten kan strijden. Dat gaan we sowieso doen.